Hoi, beste klant. Van harte, hartstikke gefeliciteerd met de aankoop van onze gameseat.info. Je zult zien dat je er ontzettend veel plezier mee gaat beleven. Want we hebben inmiddels al binnen die 3,5 maanden echt een grote hoeveelheid weten te verkopen. En de reviews zijn echt fantastisch. Kijk maar terug op Google, kijk maar terug op onze site. Het multifunctionele, de stabiliteit van de stoel, het comfort, etcetera. Super. En ik ben er ook bijzonder content mee. En u zult zien dat u er ook echt heel veel plezier van gaat beleven. Ik wil wel eventjes, er staat ook genoeg ook, video's online waaruit je de montage kan halen. Maar ik wil even toch wel een paar tips even meegeven. Want die staan ook niet echt goed in beschreven of verteld. Allereerst, ik pak dus hij wordt in deze doos zo aangeleverd. Er zit een zak met sterrenbouten bij. En er zitten, nou dat spreekt voor zich natuurlijk allemaal, die sterrenbouten. Daar zet je de stuurkolom mee vast. Overal waar die met vastgezet moet worden, heb je die sterrenbouten voor nodig. Op zich zo simpel, kind kan er was doen. Er zit ook een achttal inbusboutjes. Kijk in het zakje. En een inbus sleutel. Die twee inbus boutjes zijn om de remplaat vast te zetten. Kijk, die remplaat die zit. Dit is die onderste gedeelte. En de tweede boutjes ervan, die zijn hiervoor. De overige boutjes zijn voor onder de stuur vast te zetten. Hier zitten er twee. En hieronder zitten er nog vier. 1, 2, 3, 4. En dan. Als je die telescopen erin schuift, in de houder, die plaats je ongeveer een handbreedte erin. En deze, dus alles wat vast blijft staan, die moet je even goed vastzetten. Die kun je echt flinke, want die wordt toch niet meer mee verschoven of wat dan ook. Datzelfde geldt dus ook in principe voor deze kun je ook goed vastzetten. Kijk, de rem, de stuurkolom en de, die hoef je ook maar alleen maar hand vast te zetten. Want dan is die al even goed heel stabiel. Dat zie je. Datzelfde geldt voor de remplaat. Gewoon hand vast. En hij zit al heel erg stabiel. Deze kun je in principe ook wel goed vastzetten, want er wordt heel weinig meer mee verschoven, versteld. Uiteraard deze die kun je ook goed vastzetten. Nou, deze voor het kantelen van het voorframe, die hoeft ook niet zo vast gezet te worden, want die klemt zich vanzelf al in de. Kijk, want die hoef je ook in principe gewoon handvast te zetten. Mm-hmm. Nou, dat zijn ook even wat tips. Heel belangrijk is ook, de stoel, die kun je dus in een kuifvorm bestellen. In twee stappen, zeg maar. Dus twee, voor de wat kleinere. Maar die stoel die kun je dus nu niet naar achteren halen, voordat je hem naar achteren wil verstellen, moet je hem eerst helemaal inklappen. Kijk, nu zit die sturen iets in de weg. Die doet er iets naar voren. Kijk, en nu kun je hem dus achterover klappen. Heel belangrijk dus, ga hem niet proberen met geweld te achteren te trekken. Want dan zou het mechanisme kapot gaan. We geven dus 5 jaar garantie op het frame. Dat kan echt niet kapot. Maar een stoel die kun je, als je dat met geweld zou doen, dan zou je hem door de tanden heen kunnen trekken. Dat zijn dus even wat montagetips.